en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is mijn allereerste adventkalender unboxing van 2021. Als je me al een aantal jaar volgt, weet je dat ik dit ieder jaar doe. Ik unbox ieder jaar zoveel mogelijk adventkalenders als kan. Dus als jij er eentje weet die je heel graag wilt zien, laat me het weten beneden in de reacties. Het maakt voor mij niet uit of het betaalbaar is, duur is, in de medium categorie zit. Als het maar gewoon een adventkalender is dat iets te maken heeft met beauty. Dus make-up, skincare, etc. En vandaag hebben we hier de box van de Body Shop. Jongens, deze is echt super groot en super zwaar. Ik weet nog van afgelopen jaar dat de Body Shop een van de beste adventkalenders had. Dus mijn verwachtingen zijn weer lekker hoog. Hij is ook niet heel betaalbaar ofzo. Dus ik verwacht er wel weer gewoon iets van. En ja, als je gewoon een hoge prijs betaalt voor iets, zijn gewoon automatisch je verwachtingen ook wat hoger. En dat is ook gewoon normaal en gewoon terecht. Ik heb deze adventkalender wel ontvangen in PR. Wat dus inhoudt dat ik hem gewoon heb ontvangen en er niks voor heb betaald. Maar deze video is geen samenwerking of wat dan ook. Ik maak deze video gewoon uit eigen initiatief. Dus nogmaals, als je nog een aantal leuke kalenders weet, let me know beneden in de reacties. De volgende adventkalender wordt die van Essence. Die heb ik al binnen hier. Dus ja, ik ben weer super enthousiast. Ik vind het altijd super leuk om te doen. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Jongens, deze matte liquid lipstick is zo annoying. Hij gaat er gewoon helemaal van af. En ik heb hem pas net op. Is deze matte liquid lipstick van Makeup Revolution. In de kleur Satin Chocolate. Hij is echt helemaal niet fijn. Hij is er gewoon helemaal aan het afgaan de hele tijd. En hij is ook zo plakkerig. Deze make-up look, deze herfst make-up look heb ik gemaakt voor Instagram. Dus of hij staat al op mijn Instagram of hij komt eraan. Dus vergeet niet om me ook op Insta te volgen. Want daar plaats ik elke dag een make-up look of iets omtrent beauty. Nou, ik ga het gewoon even weer opnieuw aanbrengen. Het blijft ook zo plakkerig, waardoor het er steeds van afgaat. Super annoying. Oké, jongens, dit is dan de adventkalender. Zo'n hele grote groene vierkante box. Gewoon echt zo'n doos, zeg maar. En dit is de meest dure. Ik zie hier op hun website dat ze een aantal hebben. Deze groene box die ik heb is maar liefst €130. En heeft een waarde van €228. En er is ook een box van €55. En ook een box van €90. Dus dat is wel fijn. Dan is er voor iedereen wel iets. Maar ik heb dus de grootste en de duurste. Dus laten we gaan unboxen. De Share, Love and Joy Ultimate Advent Calendar. Even kijken bij de reviews. Ik zie dat iemand hem 4 sterren heeft gegeven. Eén persoon heeft een reactie achtergelaten op hun website omtrent de box. En zij is er heel blij mee. Ze vindt de producten erin echt fantastisch. En ze heeft het ontvangen binnen 2 dagen. En de vrouw die deze reactie heeft achtergelaten is 45 plus jaar oud. Oké, nou jongens, ik ben zo benieuwd. Ik hoop gewoon dat het allemaal leuke producten gaat zijn. Maar ik moet zeggen dat ik stiekem daar niet echt aan twijfel. Oké, laten we hem gewoon openmaken. Ik weet god niet hoe. Hoe moet dit open, joh? Ik ga stuk. Kijk even dit. Deze box is zo zwaar. Kijk dit. Als je hem zo openmaakt, gaat dit zo open. Dit is echt super leuk. Ik ga stuk. Nou, voor €130 hebben ze wel echt alles uit de verpakking gehaald. En dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Vooral als je echt veel betaalt. De verpakking moet ook gewoon echt leuk zijn. Dus dit vind ik echt heel erg leuk. Ik ga hem even snel neerzetten. Want hij is echt super duper zwaar. Oké, en dan heb je hier gewoon van die lades. En die moet je gewoon opentrekken. En dan zitten hier alle boxjes in. Oh, deze kalender vasthouden is echt een struggle. By the way, voor de mensen die niet precies weten wat een adventkalender is. Een adventkalender is een box zoals je hier ziet. En je kunt dan in de maand december elke dag 1 vakje openmaken. En dan ontvang je dus gewoon elke dag een verrassing. En dat gaat dan gewoon zo door tot aan kerst. De meeste adventkalenders hebben ook 24 vakjes. Dus dan een boxje, de laatste ook echt met kerst. Maar in principe, je kunt doen wat je wilt. Als je hem in 1 keer wilt openmaken, maak je hem gewoon in 1 keer open. Of je begint in een andere maand, whatever. Je kunt doen wat je wilt. En het is leuk gewoon voor jou. Maar ook heel leuk om als een geschenk te geven aan iemand anders. Als je dus niet wilt weten wat hierin zit en het echt een verrassing wilt houden, zou ik deze video vooral niet bekijken, want ik ga vandaag alles unboxen en laten zien wat erin zit. Kijk, hier heb je ook zo dit. Dit kan zo omhoog en dan heb je hier ook een aantal vakjes. Oké, jongens, ik ga hem nu echt even gewoon neerzetten. Oké, laten we gewoon beginnen. Ik moet eventjes op zoek gaan naar vakje 1. Hier is box 1. Ik ben zo enthousiast. Op elke box staat ook een kleine tekst. Die ga ik niet allemaal voorlezen, anders zitten we hier echt 100 jaar. Je kunt volgens mij ook zo dit eraf halen. Ja. Je kunt dit er ook gewoon echt afhalen. Ik weet niet waarom. Misschien om iets te creëren of zo. I'm not sure. Maar je kunt in ieder geval dit eraf halen. Ik ga even kijken of er online iets over staat. Oké, er staat verder niks over waarom je dit eraf kunt halen. Maar ik denk gewoon om iets te knutselen of wat je ook wilt. Deze verpakking is ook echt ideaal om gewoon te houden. Ook al is hij al leeg om gewoon allemaal shit in te doen en zo. Super handig.
Oké, in ieder geval laten we gewoon beginnen. Ik praat weer veel te veel. Oeh, we beginnen hier met een shower gel. Dit is dus om je lichaam te wassen in de douche. Deze heb ik al heel vaak gebruikt van hun. Ze hebben echt heel veel verschillende en ik vind ze echt heel erg fijn. Dit is dus de British Rose. Die gaat dus waarschijnlijk een rose geur hebben. Deze vind ik echt heel erg fijn van hun. En dit is volgens mij ook gewoon de full size. Dan heb ik hier nummer 2. Die is een beetje klein en vierkant. Ik denk dat dit een mini size is van iets. Cleansing butter. Volgens mij is het gewoon om je make-up eraf te halen. En dit is denk ik een mini size. Oké, het ruikt echt naar helemaal niks. Maar dit is volgens mij gewoon om je make-up eraf te halen. Ik gebruik ook een cleansing butter van Clinique. Die is ook echt super fijn. Dus ik ben heel benieuwd om dit te proberen. Zoals je ziet is dus niet alles full size. Een aantal zijn mini size. Dan heb ik hier nummer 3. Die is ook een beetje langig. Langig is dat een woord. Lang. We hebben een toner. Dit is een vitamine E toner voor je gezicht. Dat gebruik ik echt altijd. Als je je gezicht helemaal hebt gecleansed, ga dan altijd in met iets van een toner om de pH-waarde van je huid weer te herstellen. Volgens mij is dit ook gewoon een full size, dus hier ben ik echt heel blij mee. Hij hydrateert en er zit vitamine E in. Oh, mijn wekker gaat. Dan heb ik hier vakje nummer 4. Die is klein en vierkant en die voelt best wel licht aan. Dus ik denk weer iets van een mini size. Oh nee, dit is zo'n spons. Zo'n kajakspons, kajukspons, ik weet niet hoe je het ook alweer noemt. En je kunt dus dit gebruiken om ook je gezicht mee te cleansen volgens mij. Ook weer heel handig om te hebben. Okay, waar is nummer 5? Altijd al dit gezoek naar al die vakjes. Hier is dan nummer 5. Ook weer lang en deze voelt weer zwaar aan. Facial wash is ook weer om je make-up eraf te halen en je gezicht te cleansen en te wassen met vitamine E. En dit is de full size. Body Shop skincare is echt top notch. Is altijd zo ontzettend fijn. En er staat op dat het gentle is. Dus dat maakt het ook geschikt voor de gevoelige huid meestal. Ook heel blij hiermee. Ook weer fijn om te combineren met deze spons. Adventkalenders zijn ook altijd funest voor mijn nagels. Oh my god. Oké, hier is vakje nummer 6. Mini size shower cream. Ook weer om te gebruiken in een douche. Om je lichaam te wassen. Ik weet niet wat het is. Wat is dit voor fruitsoort? Of wat is dit, jongens? Ik heb geen idee. Ik kan het ook niet echt ruiken nu. Ik heb geen idee wat dit is. Als je weet wat dit is, laat het ons weten in de reacties. Dan heb ik hier boxje nummer 7. Dit is de kleinste tot nu toe. Dus weer heel benieuwd wat hierin zit dan. Oh, lip butter. Kokosnoot lipboter voor je lippen. Ik vind dat altijd zo fijn. Ik vind alles fijn voor de lippen. Lipbalmpjes, lipolie, scrubs. Alles voor de lippen vind ik fijn, want ik heb droge lippen. Dus hier ben ik weer blij mee. Het volgende boxje is nummer 8. Deze is best wel groot, maar wel licht. Ik vind het altijd leuk als ze groot zijn en zwaar. Oh, wat is dit dan? Is dit ook om je gezicht schoon te maken zo? Ik vind het wel jammer dat er niet echt op de box staat wat het dan is. Je moet het echt zo helemaal online gaan opzoeken. Maar dat is wel even wat ik nu ga doen. Oh, dit heet by the way een cognac spons. Dat was de naam. Oval bed spons. Ik denk dat het een spons is voor in bad. Er staat niet echt bij welk vakje welk product is. Er staat alleen een hele lijst met alle producten. Volgens mij is dit gewoon een bad spons of zo. I'm not sure. Ik heb geen bad. Hier is dan nummer 9. Die is horizontaal. Oeh, hydrating bed foam voor in bad. Nogmaals, ik heb dus geen bad. Dus ik heb hier altijd niks aan, maar wel heel fijn als je een bad hebt. Met aardbeienzaadolie erin. Nou, dat is wel topje. Alles wat ik niet kan gebruiken of gewoon niet hoef, doe ik in de winactie die er binnenkort aankomt. Dus ja, deze gaat sowieso in de winactie, aangezien ik geen bad heb. Iemand van jullie gaf mij wel een keer de tip van Sarah, ook al heb je geen bad, je zou ook alle badproducten kunnen gebruiken in een voetbadje. En dat vond ik ook heel slim. Want een voetbadje maken kunnen we gewoon allemaal doen. Dus ja, dan kun je eventueel de badproducten gebruiken voor dat. Oké, nummer 10. Oeh, die is weer klein. Kijk even hoe klein en snoezig. Dit is een clarifying mask. Deze heb ik al en deze vind ik echt heel erg fijn. Dit is wel de mini size die ik al heb, is ook de kleine versie. En dit maakt je gezicht echt goed schoon. Ik vind hem heel fijn. Hij ruikt niet echt lekker, maar hij is wel heel fijn. Dus hier ben ik wel blij mee. En ook al is hij mini size, hij gaat best wel eventjes mee. Want je doet obviously niet elke dag een gezichtsmasker op. Dus dat vind ik wel top. Oké, tot nu toe ben ik best wel enthousiast over de box, maar we zijn nog lang niet klaar. Oeh, nummer 11 is weer super groot. Hij voelt wel licht aan. Oh, een gezichtsmasker. Een vitamine C sheet mask. Hier ben ik ook blij mee. Jullie weten van mij, tenminste als je me al een tijd volgt, ik hou van gezichtsmaskers. Ik doe letterlijk om de dag iets op van een gezichtsmasker. Dus hier ben ik blij mee. Vitamine C kunnen we altijd gebruiken. Laat je gezicht lekker mooi glanzen. En ik heb een doffe huid. Dus hier ben ik blij mee. Next up is nummer 12. Deze voelt een beetje zwaar aan. Glow Boost Moisturizer. Oh, hier ben ik ook weer heel blij mee. Alles wat glowy is, voor glow
Adobe Skin. Ben ik blij mee, want ik heb een best wel doffe huid. Dit is dus gewoon een gezichtscreme voor iedereen met een vermoeide, droge huid als mij. Ook al heb je geen droge huid, glowy is altijd gewoon goed voor iedereen. En er zit dus vitamine C in. Ooh, I love it. Ik denk dat het full size is, but I'm not sure. Oké, ik was eventjes weg en nou weet ik niet meer waar ik was gebleven. Oh my god. Oké, jongens, waar was ik gebleven? Ik denk bij nummer 13. Als ik iets ben vergeten, dan kom ik er wel achter aan het einde van de video. En dan zal ik het alsnog laten zien. Maar ik denk dat ik ben gebleven bij nummer 13. Die voelt ook best wel zwaar aan. Refreshing Fragrance. Is dit een parfum? Dit is iets van een mango parfum of zo. Nou, dit is apart. Het ruikt echt naar mango. Ik ga stuk. Het ruikt echt compleet naar mango. Als je niet houdt van mangogeur, dan is het echt niks voor jou. Oké, er staat niet op je gezicht sprayen. Ja, het is gewoon een lichaamsspray. Dit is een beetje een lichaamsspray body parfum iets product, zeg maar. Oké, dit vind ik wel leuk. Ik vind mangogeur echt wel gewoon lekker ruiken. So I like it. Nog nooit zoiets gezien. Dit is echt een uniek product voor mij. Nou, we zijn aangekomen bij nummer 14. Wow, die mangogeur is zo heftig. Shampoo. Jongens, we hebben een She for dry to very dry hair. Dus dit is echt voor droog beschadigd haar. Nou, ik heb echt extreem droog en beschadigd haar. Ik moet zeggen dat ik alleen maar haarproducten gebruik voor krullen. Maar misschien als ik de ingrediënten bekijk, kan ik dit ook gewoon gebruiken. Mocht ik dit kunnen gebruiken, dan wil ik dat wel echt doen. Want er staat ook echt op dat het echt voor very dry hair is. En dat heb ik echt. Mijn haar is echt best wel droog en beschadigd door al het gestel. En wat ik er ook allemaal mee doe. Dus mocht ik hem kunnen gebruiken, dan ga ik hem houden. En anders doe ik hem in een winactie. Hier heb ik nummer 15 weer zo'n super kleine schattige verpakking. Lip butter. Jongens, we hebben weer een lip butter. Nou hebben we er dus twee in verschillende smaakjes. Dit was die van net, deze bruin. En nu hebben we roze. Dit is pink grapefruit. En die andere was kokosnoot. Allebei heel blij mee. Ik gebruik letterlijk elke dag een lipbalm. Elke ochtend. Oeh, nummer 16 is groot. En ook best wel zwaar. Dat maakt mij enthousiast. Conditioner. She conditioner. Dit is dus een setje met elkaar. Dan heb je de shampoo en de conditioner. Ook die is weer voor extreem droog beschadigd haar. Dus dan heb je zo een setje. Super handig. Hier heb ik nummer 17. Exfoliating body scrub. Dit is dus een scrub voor je lichaam. Vind ik ook altijd heel fijn. Ik scrub altijd mijn lichaam voordat ik ga bruinen. Even openmaken en bekijken. Oeh, kijk dit dan. Hij beweegt zo grappig mee. Hij ruikt echt naar zeep. Nummer 18 is heel lang en dun. Ik hoop dat we ook wel een beetje iets krijgen qua make-up of zo. Want tot nu toe is like alles gewoon echt skincare. Handcreme. Mango handcreme. I like it. Ik gebruik echter niet echt handcreme. Maar misschien dat ik eraan moet gaan beginnen. Je ziet altijd in de meer betaalbare adventkalenders dat er altijd superveel handcremes in zitten. Oké, 19. Hier is nummer 19 ook weer best wel groot en zwaar. Body yoghurt. Mango weer. Ik ga stuk met hun mango. Oh my god. Maar dit is dus een body yoghurt. Daar hou ik van. Ik smeer altijd mijn hele lichaam elke dag in. Want nogmaals, droge huidproblemen. Dus deze vind ik heel fijn. I love it. Ik heb vaker dit soort producten van hun gebruikt. En ik vind ze oprecht fijn. Dus hier ben ik echt blij mee. Elk product van de Body Shop heeft iets van een geurtje of zo. En ze zijn ook altijd best wel heftig. Dus ja, als je niet houdt van producten met echt een heftige geur, dan is echt bekend heel de Body Shop niks voor jou. Dan heb ik hier nummer 20. We zijn bijna bij het einde. Nog 4 te gaan. Nog een handcreme. Maar dit is met een bloemige geur. Rose. Hier is nummer 21. Een beetje klein en ook best wel licht. Purifying Glow Mask. Dit is weer zo'n gezichtsmasker dat je huid schoonmaakt en ook een glow geeft. En dit is ook weer een mini versie. Zo eentje hadden we volgens mij toch al. Ja, we hebben nou twee van die mini versies van gezichtsmaskers. Hier is nummer 22. Weer een grote, ook wel zwaar. Moisturizer voor je lichaam. En er staat ook weer op dat die is voor de droge en extreem droge huid. Ik vind het zo fijn dat er zoveel producten zijn gericht op de droge huid. Want dat is letterlijk wat ik heb. Er staat op dat die je huid voor 72 uur hydrateert. Nou, dat is echt heel lang. Hoeveel is dat? Ik kan niet hoofd rekenen. Dat is iets van 2-3 dagen of zo. Maar ja, ik douche elke dag. Dus ik moet hem gewoon opnieuw insmeren. Maar hier ben ik dus ook weer lekker blij mee. Full size. Nummer 23 is ook weer lekker groot. Wel voor licht. Oh, ik denk weer een sheet mask. Ja, dit is een sheet mask dat je huid verjongt.
of zo. Met 3 verschillende plantextracten. Je moet hem een kwartiertje ophouden. En dan is je gezicht weer helemaal gerefreshed, gezonder. En het ziet er gewoon al met al jeugdiger uit of zo. Dus deze is ideaal voor de iets ouderen onder ons. En dan hebben we hier de allerlaatste, nummer 24. Heel vaak is de allerlaatste het leukst. Maar ja, dat is niet altijd, maar vaak wel. Ja, dit is een serum, jongens, van de Body Shop. En dit houdt je huid ook jong. Dit was volgens mij afgelopen jaar ook hun laatste product. Ja, want ik herken dit en ik heb hem helemaal opgemaakt. Dit is echt een goed en ook best wel duur product. Dus hier ben ik echt, echt heel blij mee. Er staat op dat het je huid er smoother uit laat zien en gezonder. 99% van de ingrediënten zijn natuurlijk. Jongens, dit is echt een goed product. I love it. En dit was dan ook het laatste. Het is helemaal klaar. Nou, de box is helemaal leeg. Nou is hij ook echt een stuk minder zwaar. Oh mijn god. Wow. Hij is leeg. Nou jongens, dit was dan de Body Shop 2021 adventkalender. Nogmaals, deze kost wat. Als je dat niet kunt of wilt betalen. Ze hebben ook nog 2 andere opties die wat minder geld kosten. En ik raad de box echt zeker aan. Het is echt, echt een van de betere adventkalenders. En je krijgt echt goede producten en ook echt waar voor je geld. Dus de box is in ieder geval door mij zeker goedgekeurd. I love it. Ik vind de producten echt geweldig. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!